Goed, we zitten hier in de 6600 serie. De 6600 serie is voor ons nieuw model. Dat betekent dat wij alle mogelijkheden uit de 6700 serie samenbrengen in de 6600 serie. Dat betekent Dyna 4, Dyna 6, Dyna DT. Qua cabineuitvoeringen Essential, Efficient en Exclusive. Het grote voordeel is dat we nu een serie hebben met een 4,9 liter motor. Dat betekent dat we nu in ons segment een 4-cilinder Vario kunnen bieden in de 6600 serie. We hebben een bereik van 120 tot en met 160 pk in 5 uitvoeringen, 5 modellen. We kijken hier naar de Efficient uitvoering. Dat betekent uiteraard een vertrouwde dashboard met power control hendel. Dus rijrichting kiezen en schakelen, versnellen, vertragen in rijrichting. We hebben hier de aansteun met daar de T-hendel voor transmissiebediening, het versnellen en vertragen. En optioneel zit hier de joystick in. Standaard fingertip, optioneel heb je de joystick. Het grote voordeel is dat we hier met een druk op de knop een rijrichting zouden kunnen wisselen en dus ook de snelheid kunnen kiezen. Twee knoppen, A3 en A4, en die kunnen we dus toewijzen aan functies binnen de trekker. Bijvoorbeeld het A-toerental, bijvoorbeeld cruise control snelheden. Hier zie je de Datronic boordcomputer. Deze modellen zijn dus ook uitgevoerd met een Datronic 4. En we zien dat de herberichtingpaneel, dat zat hier onderin, is nu naar boven verhuisd. We hebben hier overzichtelijk alle functies en cycles op in elkaar zitten. Dus direct werklampen, achterkastkeuzes, herberichtinginstellingen. En hieronder, naar gelieve, basisverlichting, vierwielaandrijving, differentieel en in dit geval, de voorras.